Welkom in het Vlogpaleis. Ik ben Jarne. En ik ben Loïc. En we zijn vandaag aanwezig bij Night of the Proms. Woehoe! Maar Loïc, we zijn er nog niet op gekleed, jongen. Misschien heb je gelijk. Kom, brengen we snel verandering in. Dat is beter. Inderdaad. Voilà, het resultaat van een mooie foto op Night of the Proms. Loïc, wil jij een keer iets grappigs zeggen voor de fans van de vlog? Wat lief? Wil jij eens iets grappigs zeggen voor de fans van de vlog? Iets grappigs? Ja. Chris Peeters wordt Europarlementariër. Night of the Proms heeft ieder jaar een enorm goede affiche. Dit jaar komen onder andere Susan Vega, Milo, John Miles en ook Seal afgezakt naar het Sportpaleis. En we zijn eens benieuwd of de fans ook een Seal ofwel een zeehondje kunnen nadoen. Oei, oei, oei! Go. Keigoed. Ja. Moet ik erop? Ah ja. En jullie krijgen nog een roosje zo. Kiss from a rose. Oh, ja, alsjeblieft. Dankjewel. Veel plezier vanavond. Seal was niet de één grote artiest die komt vanavond, want... Ook Elle McKay's Earth, Wind & Fire Experience komt vanavond naar Night of the Proms. En Earth, Wind & Fire, uiteraard de bekende band van de jaren 70 met echt die verschrikkelijk dansbare nummertjes. Die dansbenen gaan sowieso los. Dus wij gaan eens testen of de fans vanavond ook al hun dansbenen hebben opgewarmd. Woehoe! Seal, Earth, Wind & Fire, is allemaal heel leuk. Maar Jarna, als ik zeg Night of the Proms, waaraan denk je dan eerst van muziek? Ik denk dan aan klassieke muziek. Klassieke muziek, inderdaad. Maar wat weten mensen hier nog van klassieke muziek? Meer bepaald van de twee, misschien toch de grootste, bekendste componisten aller tijden. Ja. Mozart en Beethoven. Of beter gezegd, Mozart of Beethoven. Sta hier met... Hoogbrugs Ria. Robby. En Cindy. Oké, perfect. We gaan het simpel spel spelen. Beethoven of Mozart? Dat zijn vier vragen. Beethoven of Mozart? Beethoven. Nee, helaas. Nee, het is Mozart. Niemand. De volgende vraag is een geluidsvraag. Dus hopelijk kun je het horen. Beethoven of Mozart? Ik durf niks meer zeggen. Hoor niks aan. Jawel, ik zeg ik durf niks meer. Ik gok je dan? Een gokje. Nee, Beethoven. Beethoven, ja. Ja, voilà. Dat is Für Elise. Für Elise. Een van zijn bekendste werkjes, denk ik. 1-0, voilà. Dan de volgende. Dat is een andere. Beethoven. Nee, Mozart. Mozart. Ja, dat is eigenlijk een smerige strikvraag van mij. Het is Vivaldi. Met de vierde. Ja, dat komt er niet bij, ja. Oké. En dan nu de laatste vraag. Beethoven of Mozart? Beethoven. Ja, man. 1-1. Ja. Proficiat zitten is gelijk spel. Zitten we in de zeekoor, dus krijgen alle twee een overdovend applaus. Dank u wel, veel plezier vanavond. Oké, wij hebben genoeg gespeeld. Nu is de beurt aan Susan Vega, Milo, John Miles, Seal en Elle McKay van Earth, Wind & Fire om te spelen. Ik heb er zin in. Kom, Jarne. Voilà, het zit erop. Het was enorm leuk. We hebben er echt van genoten. Maar morgen is er opnieuw een editie. Sowieso wel saaier dan vandaag, want wij zullen daar niet bij zijn. Waar we wel nog zullen bij zijn, dat kun je zien op de website van het Sportpaleis. www.sportpaleisgroep.be/nl/fanbase. Hier ergens zal die link staan. Hey, like, tot dan. Like, subscribe. Ah, juist. En follow us on Facebook of zoiets. Of Instagram. Dat is veel cooler tegenwoordig. Dag!